Yo, wow, ja, ik zei het, ik zei wow. Jongens, van mijn kanaal, mijn naam is Mick. En vandaag, dames en heren, vandaag gaan we iets doen dat we nog nooit hebben gedaan. Namelijk een challenge. Een challenge die vrij bekend is op het internet. En ik heb hem nog nooit gedaan. Hoe kan dat? Hoe kan dit? Nou, ja, ik heb geen idee. Maar daarom gaan we het dus vandaag doen. We gaan namelijk de probeer geen wow te zeggen challenge. Je hebt 5 levens. Ik heb dus ook 5 levens. En elke keer als je wow zegt, gaat er een leven af. Gaan we het overleven? Ik heb geen idee. Gaan we het proberen? Oh ja, zeker. We hebben hier dus een try not to say wow challenge impossible oddly satisfying video to help you fall asleep. Nou, er staat ook try not to say wow. Ik weet niet waarom het je ook in slaap laat vallen. Ik hoop niet dat deze video je in slaap laat vallen. Denk het niet hoor. Ik zorg er wel voor dat je niet in slaap valt, oké? In ieder geval denk ik dat je dit leuk gaat vinden. Abonneer dan zeker even op mijn kanaal. We hopen gaan proberen eind dit jaar de 350.000 abonnees te bereiken. En dat kan niet als je niet abonneert. Laten we gaan beginnen met deze challenge. Let's go! We zien hier ijs op een spiegel. Op een autospiegel om precies te zijn. En de ijs zit vrij los. Dus hij kan hem gewoon eraf halen. Ja, daar ga ik niet het woord om zeggen. Nee, zeker niet. Ik ga daar niet het ene woord om zeggen dat ik niet mag zeggen. Het is heel cool. Zeker weten. Maar ik ga het niet het woord er zeggen. Oké, deze man is ramenwasser. En ja, dit ziet er gewoon vrij normaal uit. What the fuck moet hier speciaal aan zijn? Oh, oké. Ja, dit is is dit heel ziek of zo? Ja, ik heb geen idee hoor, maar is dit iets waarvoor je het woord zou moeten zeggen? Ik zie gewoon een gozer die ramen was. Is het zo speciaal? Blijkbaar wel. Ik zei het niet. Ik zei het bijna. Maar ik zei het niet. Want dit is wel echt heel cool. Zei ik. Ik zei niet het woord. Ik zei what the. So satisfying. Oh shit. Oh. Dit wordt er gewoon afgespoten met een hoge drukspuit. Het lijkt letterlijk alsof er witte verf op wordt gespoten. Maar eigenlijk wordt de muur gewoon schoongespoten. Oh shit. Ik heb het woord nog steeds niet gezegd. Maar oh shit. Lekker. Dat vind ik altijd lekker om te zien. Wat is dit dan weer? Dit is een zwaard. Even kijken. Wat? Of is het geen zwaard? Het lijkt op een zwaard. Oké. Dat is... Oh. Huh? Het is één grote zwaard of zo. Ik heb geen idee. Ik wou het bijna zeggen. Hey, dit is wel een techniek hoor. Dit is wel een goede techniek om je veters mee te strikken. Zo hé. Ja, ik weet niet wanneer je veters helemaal uit je schoen zitten. Maar als dat gebeurt, dan is het een goede techniek. Wat hebben we hier? Een ui of zo? What the fuck is dat? Wat doet hij? Het lijkt op een ui. Hij doet een ui. Oh nee, het is geen... Oh nee, het is geen ui. Oké, wat gaat er gebeuren? Ik heb geen idee wat voor fruit het is. Dragonfruit of zo, volgens mij. Ik weet niet wat het Nederlandse woord daarvoor is. Ja, drakenfruit. Maar ik heb geen idee of het daadwerkelijk ook in Nederland drakenfruit heet. Volgens mij is het dit in ieder geval dragonfruit, noemen ze dat. Oké, wat gaat hij doen? Oké, wat gebeurt er? Het ziet er heel mooi uit, maar... Ik ga er niet het woord door zeggen of zo, hoor. Het ziet er heel leuk uit, maar ik ga er niet het woord door zeggen. Wat hebben we hier? Een ei? Of niet? Is dat een ei? Dat is een ei, hè? Oké, ja, je doet een ei door midden. Lekker. Ja, genieten. Ja, zeker. Maar hier gaan we niet het woord door zeggen. Kom op, we hebben 5 levens. Yo. Wow. Ja, ik zei het. Ik zei wow. Weet je waarom? Omdat het gewoon verdient. Wow. Hé, dat is wel 1 leven, maar wow. Weet je wat het is, jongens? Er komt rook vandaan. Rook. Hoe cool is dit? Dit is gewoon echt cool. Dit verdient mijn wow. Alsjeblieft. Wow, yo. Dat was echt cool. Oké, daar een applaus voor. Die was tof. Die was zeker vet. Oké, wat hebben we hier? Deze... Ik heb geen idee. Ik kan niet eens beschrijven. Het is gewoon een stuk ijzer. Oké. In elkaar. En nu lijkt het gewoon een heel stuk ijzer. Is dat het? Blijkbaar. Oké, en daar hebben ze meerdere dingen van. Ja, het is heel satisfying om te kijken, zeker. Omdat het gewoon zo perfect past. Maar het is niet dat ik denk van, hier ga ik het woord om zeggen, weet je wel. Ja, ze hebben hem allemaal in verschillende varianten. Heel leuk, heel cool. Het ziet er leuk uit, maar ik ga er niet het woord door zeggen. Oké, wat hebben we hier? Oh, what the, why, yo. Telt why, yo. Ik vind eigenlijk dat why, yo ook moet tellen. Het lijkt een beetje op het woord wow. Het heeft dezelfde betekenis. Why, yo, telt vanaf nu ook. Bij deze, ik heb nog maar 3 levens. Deze was sick. Ik moet het toegeven. Een auto die je spullen pakt. Why, yo. Oké, wat hebben we hier? Een taco of zo. Wordt hier een taco gemaakt? Ik heb geen idee wat hier gemaakt wordt. Ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren. Oké, hij klapt ze dicht. Ja, leuk. En hij pletst nog even na. Ja, lekker. Nu heb ik honger. Ja, top. Nu heb ik honger. Helemaal top. Oké, hij draait ze om. Ze liggen op een of andere heet ding. Oké, nu we eten. Oh, ja, lekker. Ja, zeker. Ja, jezus. Hier krijg ik alleen maar honger van, gek. Dat is gemeen, want ik heb geen eten. Oh, yo. Ja, oké. Wajo,
vertelde ook, hè? Ja, jezus, ik ben echt slecht. Ik heb nog maar 2 levens. Maar dit was echt heel satisfying, man. Oh, wat hebben we hier? Een gozer met een... Oh, dit is een... Oh, dit is een vlammenwerper in slow motion. Oh, dat ziet er wel echt cool uit. Maar niet cool genoeg voor het woord. Voor het woord is het niet cool genoeg. Oh, shit, het was best wel cool eigenlijk. Maar ik let erop en daarom heb ik het niet gezegd. Oké, maar we hebben hier een pizza. Oh, gozer. Deze pizza is zo perfect. En oh, ik krijg hier alleen maar honger van. Ik zit gewoon mijn honger weg te drinken. Ah, man, ik krijg hier echt honger van. Stop. Volgende filmpje. Ik heb honger. Oké, nu heb ik honger. Dankjewel. Volgende filmpje. Ik zeg weg hiermee. Oké. Dankjewel. Oké. Oh, ze worden scheuren in een broek gemaakt. Hoi. Ik zei het niet. Ik heb nog steeds 2 levens. Ik ben de eigen jury. De eigen jury heeft besloten dat ik... Oh, nee. Oh, damn. Dat is goede tape. Hoi, yo. Echt, Mick. Echt. Oké, ik heb nog maar 1 leven. Jezus, man. Ik ga echt slecht hierin. Oké, een jongetje op een paard. Lekker rijden en zo. Nou, leuk. Ja, ik weet niet wat hier speciaal aan is. Tenzij hij daar keihard flikkert. Ja, dan kan ik even lachen. Maar daar ga ik niet het woord van zeggen, hoor. Hij zit gewoon lekker op zijn paardje. Of was dat een hond? Misschien was het een hond. Ik heb geen idee. Wat gebeurt hier dan weer? Dit ziet er wel heel erg cool uit. Oké, hij is iets aan het maken. Hij buigt ijzer. Lekker ijzer buigen. Lekker op ijzer slaan. Meer ijzer buigen. Ik heb geen idee wat hij aan het doen is. Ik heb geen flauw idee. Hij is lekker in de werkplek iets aan het maken. En het ziet er allemaal heel leuk uit hoe hij dat maakt. Het is niet het woord waard, maar het ziet er wel heel leuk uit. En ik heb het gevoel dat hij een hakbel aan het maken is. Het lijkt tenminste op een hakbel. Hij is hem nu aan het schuren. Lekker schuren. Dat doe ik soms ook in de club. Lekker schuren. Jazeker. En hij doet het op zijn werkplek. Nou, ieder een manier van schuren. En nu weet ik niet wat gaat gebeuren. Ik denk dat hij gewoon een hakbel maakt. En die hakbel gaat er, denk ik, echt heel mooi uitzien. Maar ik ben voorbereid en ik weet dat ik niet het woord ga zeggen. Nou, lekker, leuk, snijd er een tomaat mee. Leuk, maar ik ga niet het woord zeggen. Het ziet er echt heel cool uit, maar het is niet het woord waard. Wat hebben we hier? We hebben hier hout of zo. En dat hout heeft hij in warm water gestopt. En nou stopt hij een... Wat is het, een ei? Oh, dat is een ei, ja. Hij stopt een ei erop. En hij drukt op het ei. Oké. En nu ligt het ei in het stuk hout. Oké. Ja, leuk. Nu een ei in een stuk hout. Ik had het bijna gezegd, hoor. Oh, die was moeilijk. Nee, zeker niet. Wat hebben we hier? Dit ziet er heel cool uit. Heel cool. Maar ik let niet op, hè. Ik heb nog maar 1 leven. Ik wil niet doodgek. Die was echt op de grens, ouwe. What the fuck heeft hij op zijn gezicht? Shit. Oké. Ik heb het niet gezegd, maar hij was echt bijna eruit gegooid. En dan was ik gewoon dood. Dan waren mijn levens op. Wat hebben we hier? Hier gaat weer iemand iets bouwen. Ja, maar ik ga hier niet het woord door zeggen. Ja, ik spoel gewoon door, hoor. Leuk dat bouwen. Maar daar ga ik niet het woord van zeggen van het bouwen van je. Oké, we zien hier allemaal plantjes. Die plantjes kunnen schrikken van mensen. What the fuck? Oké, ik zie hier een auto. Of nou ja, een auto. Meer een... Ja, dit is een auto, toch? Meer, ja, eigenlijk meer op een vrachtwagen, zowat. Op een legerauto. Ik heb geen idee hoe dat ding heet. Hij is lekker aan het door de sneeuw aan het rijden. Ja, leuk. Maar daar ga ik niet het woord van zeggen, hoor. Ik weet ook niet wat hier zo speciaal of satisfying aan is. En ja, leuk dat er sneeuw vanaf komt. Ja, wat is dit nou? Ja, maar jezus. Oké, wat hebben we hier? Oh my god. Dit is een telefoon waardoor je heen kan kijken. Je kan alles zien dat in de telefoon zit. Oh, en dit is een bril waardoor je op je telefoon kan kijken. What the fuck is deze technologie? Oké, wat is dit? Oké, hij knijpt erin. Ik zei het niet. Maar dit is heel satisfying. Maar ik zei het niet. Oh nee, er is meer van. Ik zei niks. Dit is wel echt even... Waar kan ik deze dingen vinden? Want ik wil dit zelf ook doen. Dit ziet er zo lekker uit. Oh mijn god. Is dit ook in Nederland? Deze soort plant of hoe je het ook noemt. Ik wil hier gewoon naartoe rijden. En gewoon lekker in dat ding knijpen. Want dit ziet er... Oh mijn god. Dit ziet er echt om te genieten uit. Wat is dit? Oh, dit is ijs die van een trap afvalt. Dat is zo opgevroren. Ja, daar gaan we niet het woord van zeggen. Ik ben nog steeds levend. Oh shit, wat is dit dan weer? Huh? Oh, dat bevroor. Oh, deze man kan... Oh, zo. Hij kan touwtjes springen als de beste. Dat kan je zeker weten zeggen. Maar niet genoeg dat ik het woord ga zeggen. Lekker ijs breken. Ja, van ijs ga ik het niet zeggen. Probeer het maar. Maar ik ga het niet doen. Ik ga het gewoon niet zeggen. Wat is dit? Vuur. Oké, vuur is wel heel cool. Oké, dit is wel echt heel cool. Deze broek werd gemaakt door lasers. What the fuck is dit? Oh, ja. Dit heb ik trouwens... Dit... Leuk verhaaltje even. Storytime met Mick. Ik ben 1 keer uit Europa geweest. 1 keer in heel mijn leven. En toen ging ik naar
naar de plek Dubai. En Dubai is top. Ik zou echt gewoon weer terug naar Dubai op een dag willen. Dubai is echt gewoon gemaakt voor toeristen, zeg maar. En ja, toen ik in Dubai was, was ik een toerist. Ik woon niet in Dubai. Ik ging er op vakantie. En Dubai heb je gewoon echt alles. En is echt een leuk land om een keer te zijn. Dus als je het kan, ga zeker een keer naar Dubai. En in mijn hotelkamer had je dus dit. Deze technologie. Waar je dit dus met de ramen van je badkamer kon doen. Die kun je dus uit en aanzetten. Of wazig en doorzichtig. En dat was echt heel ziek. Ja, leuk verhaaltje even tussendoor. Wat hebben we hier? Damn. Oké. Ja, gaan we niet het woord van zeggen. Ik vind het meer ranzig eigenlijk. Ik zeg meer eerder eel of zo. Oh my god. Dat ziet er heel cool uit. Ik had het bijna gezegd. Maar dit gebeurt er dus als je lippenstift in de fik steekt. Do not try this at home. Dit moet ik zeggen. Vanwege, weet ik veel. Ik wil gewoon niet dat je huis in de fik steekt door mij. Wat is dit? Oh shit. Oh. Ja, weet je. Uiteindelijk zie ik gewoon rook dat uit een gaatje komt. Het ziet er heel leuk uit. Maar het is niet genoeg om mij het woord te laten zeggen, zeg maar. Het ziet er voor de rest heel leuk uit. Hé, ik overleef het lang op deze ene leven, hè. Ik doe het goed. Ik doe het zeker goed. We hebben hier een schil... Wow, ja. Kut. Zeg ik dat ik het goed doe? Faal ik daarna gelijk. Maar ik denk dat ik gewoon een normale schildpad zie. En een normale krab. En hij gooit er water op. En heel die schildpad wordt opeens een kunstwerk. Ja, hoe verwacht je dat ik geen wow zeg? Dat kan gewoon niet. Dat is, ja, tenzij ik mijn mond dicht tape. Ik ben een YouTuber. Ik zeg sowieso al 10 keer sneller wow, waarschijnlijk, dan een normale mens. Omdat ik alles heel vet vind in het leven. Ik vind alles gewoon heel cool. En ja, als ik dan opeens een schildpad zie waar je water op geeft en het wordt een kunstwerk. Tuurlijk zeg ik wow. En trouwens, mijn levens zijn nu op. Oh nee, ja, mijn levens zijn op. Dat betekent dat ik virtueel nu gestorven ben. Gelukkig ben ik niet echt dood. Zit ik ook nog lang niet op te wachten. Maar mijn levens zijn wel op en ik ben dus game over. Moeten we dit nog een keer gaan doen? Moet ik nog een keer een probeer geen wou te zeggen doen? Moet ik een 2.0 hiervan maken? Doe dan zeker een duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal om die dan niet te missen. Ik upload namelijk in de maand december 2 video's per dag. Namelijk om 6:30 ochtends. En om 6:30 avonds. En als jij er geen één wilt missen. Of je wilt dat ze allemaal in je subbox komen. Je kan er wel een paar missen als je wilt. Maar ik zou het maar niet doen, want ze zijn allemaal heel leuk. Dan kan je besluiten om te abonneren op mijn kanaal. Ik ga namelijk proberen voor 1 januari de 350.000 abonnees te behalen. En ja, daarmee wil ik dus vragen, als je nog niet geabonneerd bent, abonneer dan even. Dat zou ik heel erg waarderen. En dames en heren, dan zeg ik zoals altijd, zoals we altijd doen. Dankjewel Kerstboom dat je weer mooi in mijn achtergrond stond. Dankjewel Pop dat je weer heel eng in mijn achtergrond stond. Hij had ook een hele mooie hoodie aan, namelijk een Mick-out hoodie die je kan vinden op vooralmerch.com/Mick. En na dat gezegd te hebben, zeg zoals altijd, Mick out.